Hoi allemaal, goed jullie weer te zien. Nou, ik heb een dingetje die ik zeg maar nieuw heb, zoals deze. Maar hier zitten dingetjes in die ik, sommige al wel gebruik, sommige niet. En de meeste dingen die ik al lekker aan het gebruiken ben, heerlijk op mijn eigen aan het wennen ben ermee. Dus ik zou zeggen, ja, het is best wel veel, dus laat ik maar alvast een beetje gaan beginnen. In ieder geval, deze oorbelletjes, die heb ik nieuw. Die heb ik vandaag voor het eerst in. Ik heb er geen ontstoken gaatjes van. Dus top. Helemaal top. En heb ik reviews gelezen over Sios Professional Pomance Thicker Hair Mousse. Ik gebruik die ook nog steeds van... ik zal hem even erbij pakken. Nog twee, want die horen er ook eigenlijk bij. Van Yari, die vind ik ook heel erg goed. En deze ook. Ik heb heel dun haar. Ik heb dun haar, maar ik heb ook veel haar. Heeft mijn kapper gezegd. Dus ik denk, weet je wat, ik ga deze eens proberen. Ik heb er heel goede reviews over gelezen. Dus ja, tot nu toe ben ik er heel erg tevreden over. Dat is één. En die van Yari ben ik ook heel erg tevreden over. Je hebt maar heel weinig nodig. Nou, zover heb ik ook niet meer de laatste tijd. Dus ja, nou. Ik vind het heel erg top. Ik gebruik ook de shampoo en de leave-in conditioner. Maar dat doe ik niet. De leave-in conditioner doe ik niet altijd. 1 keer in de maand of zo. 2 keer in de maand. Dat zit. Alleen de puntjes. Meer niet. En de haarspray, volume hairspray, deze hoorde ik altijd de Belgische blogger, hoe heet ze nou? Lover Beauty, Beauty Lovers. Dus ik ben hem gaan gebruiken en helemaal top. Alleen ja, ik kan hem niet meer vinden in de kruidvat. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar die dan nog wel te krijgen is. Want ik kan echt niet meer zonder. Sorry. En dan heb je ook Guardian Angel Heat Protection Spray. Deze vind ik ook helemaal top. Dus als je lekker krulletjes wil maken. Zoals met een mand en zo. En gewoon met krultang. Of met die krulborstel, foamborstel. Ben ik heel erg blij mee. Dan blijven mijn krullen wat langer zitten ook. En Ernst die had een pakketje gekregen van de postcode loterij. En daar zat in de Bamboo Volume Boost luchtig volume. Er zit niks in. Geen parabenen of wat dan ook. Is ook helemaal vegan. 400. Ik heb hier de, even kijken hoor. Dit is de shampoo en dit is de conditioner. Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een paar keer die shampoo gebruikt. Ik ben er best wel tevreden over, moet ik zeggen. Het lijkt heel erg op die andere flessen van, oh, hoe heet dat nou? Nou ja, ik kan er niet meer op komen. Dus misschien dat jullie beneden in de comments even kunnen zeggen tegen me. Misschien schiet het dan weer te binnen. En... ik had toen die paasei gekocht en er zaten dingetjes in. En daar zat Ritual Sakura in. Die vind ik heel erg fijn. Die gebruik ik heel af en toe als ik echt een verwend momentje wil hebben. Voor mezelf. En de Magic Touch Body Cream is ook heerlijk. Dus de geur blijft best wel hangen. En dan als je een combinatie doet met de body spray. De Hair Body Mist. Ja, haar en body mist. Het is ook voor je haar. Maar ik gebruik hem altijd lekker voor mijn body na het douchen. Dus dan blijft hij extra lang hangen. Dus die. Ik ben er helemaal verzot op. En in de adventkalender zat van Holland & Barrett. En die zou ik best wel nog een keer willen hebben. Maar ik zit hier ook van te denken van Cold Beauty. Maar die is best wel prijzig. Dus ik moet even kijken. Ik ga er niet meer zoveel doen zoals van de Action of wat dan ook. Het wordt bijna door iedereen wel gedaan. Dus dan ga ik zeggen, nou dan ga ik liever voor 1 of 2 adventkalenders.
Waar ik dus wel gebruik van maak. Niet dat ik zoveel heb en dan op een gegeven moment vergeet en dan weer weg moet gooien. Ik ga het heel even kijken. Ja, zo. Ja. Ja. Dit is de vitamine E-crème van Jacob Hoy. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Nee. Moet toch echt meer. Ja. Deze. En die doe ik dan in de combinatie. Ja, zou je zeggen. Daar hebben die weer, maar die zat ook in de adventkalender. En dat is de A-vitamine A booster. Booster de vitamine A. Voelt verzorgend en verstevigd voor de huid. Nou, of het nou voor je lichaam is of voor je gezicht, het maakt niet uit. Het is huid. Dus als ik hier een heel klein beetje van neem en hier een of twee druppeltjes, dan kan mijn huid er weer tegenaan. Ja, dat komt. Ik kan daar echt niks aan doen. Kijk, dan is het weer te donker of ik moet zo gaan zitten. Zo. En die even draaien. Ja. En dan zag ik natuurlijk bij de kruidvat. Nou ja, dat was ook op tv geweest. De Smooth Protector CC Cream. Wrinkle Corrector. Effect and Color Up. Dinges. Ik heb de Fair. De Smooth Operator CC Cream. En de Smooth. Ik heb de Fair en de iets donkere. Die mix ik dan. Want eigenlijk is die ene te licht en de andere weer te donker. Dus als ik dat samen doe, dan kom ik aan de perfecte kleur. Maar ik krijg hier heel veel complimentjes over dat ik dat gedaan heb. En ik doe er verder eens niks mee. Ja, als primer gebruik ik tegenwoordig voor mijn gezicht deze, de Double Action. Die had ik gebruik dingen ook altijd. Hoe heet ze nou? Noël Dreven. Dus ik dacht, het was in de aanbieding. Dus ja, laat ik het gaan gebruiken, zie je. Dus dan ben ik. That's it. En meer niet. Ja, de fixing spray. En in combinatie voor de hangzakjes, wat ik zeg, maar dat bedoel ik niet. Van die hangoogleden. Die is wel iets minder dan die. Dus deze, die gebruik ik dan. Dit is een dichter. Ik had ook nog een opener. Oh ja, hier. Dat is deze. Ik moet zeggen, ik ben heel erg verrassend erover. Er zit ook een speciale applicatortje. Dat is ook gelijk verkoelend. Dus dan kan je gewoon heel voorzichtig zo eroverheen. En even goed laten drogen. Dan kan je even je primer erop doen. Ik gebruik tegenwoordig. Ik heb nu een nieuwe primer. Die heb ik bij de Mulle gekocht in Duitsland. Het is de Terra Neutral. Neutral Cosmetic Eyeshadow Base. Dat is deze. Die was €1. Dus ik had er twee. Er waren er twee. Twee of drie. Of twee of drie. Eén van de twee. Ik kan het niet zo gauw 1, 2, 3 vinden. Even wachten. Volgens mij drie. Nee, twee. Kijk, hier is die andere. Die heb ik dan dus ook maar meegenomen. Dus die. Helemaal top vind ik. Dus als ik nog een keer ben en ze hebben deze weer, dan ga ik hem zeker meenemen. Alleen, hij is al heel erg dun, dus je hebt maar heel klein beetje nodig. Dus niet te hard knijpen, want dan knijp je hem echt leeg. Want hij is heel erg vloeibaar. En dan moet je zo op mee oppassen. Kijk. Hij is ook al een beetje vies, dus. Sorry dat ik het liet zien. En dan doe ik ook nog een drupje van zonnecrème voor het gezicht. Anti-age. Dianimal. Biodimal. Biodermal. 50.
Dus ja, de zon breekt weer aan en dan is het wel heel nodig. Ik gebruik ook de Instant Smooth Serum, de Olay Total Effects 7-in-1. Nou, daar heb ik dus ook de dagcremetje van en de nachtcreme. Die gebruik ik helemaal top. Ik krijg gelijk weer commentaar van Connie. Wat is je huid weer lekker fris? Grapje. En vrouwtje Stinks, die had ook altijd deze. Daar heb ik de toevallig vorig jaar een aantal flesjes ingeslagen. Die doe je dan even in de dagcreme, een druppeltje. En dan heb je gewoon een getint zichtje. Ik moet zeggen, hij ruikt wel heel erg lekker. Ik vind het topspul, dus serieus. Ik ga het er nog meer in slaan. Ik ben er nu helemaal verslaafd aan. Dankjewel, vrouwtje. Maar top dat je het aangeraden hebt. En er zat ook nog een handcreme in die Adventkalender Hand and Body. Ik gebruik het lekker voor mijn handen. Repair All Post Cream van Naïef. Dat doe ik 's avonds. Helemaal top. Ik heb weer helemaal zachte handen. Want als je de hele dag je handen wast, dan heb je hele ruwe handen. En heb ik ook nog een heleboel van ingeslagen 0% aluminium deo roller. Deze is toevallig sinaasappel of mandarijn. Die ruikt zo lekker. En je hoeft maar één keer te rollen en de hele dag hoef je het echt niet meer te doen. Dus topspul. Ze hebben ook minis daarvan. Dus daar heb ik ook één in mijn tas. En eentje in mijn kastje voor mijn werk. Tegenwoordig, je krijgt er dus bij als je 1 plus 1. Dus ik heb hier één van. En hier heb je een lippenbalsem dinges. Ik vind hem heel erg fijn, moet ik zeggen. En waarom zeg ik dat? Ik heb hem een paar keer gebruikt. Ik zal even die andere pakken. Wacht even. Juist, ook voor het gezicht. Kijk. Oh, hier zit ook nog een aantal in, want ik denk, die kan er ook nog wel bij. En die kan er nog wel bij. Zo, dan heb ik er weer een aantal. Maar mijn lippen werden er wel heel erg zacht van. En het is ook een beschermend. Maar er zit ook een kleurtje in. En dat valt haast niet op. Maar het voelt net niet als lipgloss, maar het verzorgt wel. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ik zou zeggen, probeer het, maar doe het wel als het in de aanbieding is. Want deze kreeg ik toevallig gratis erbij, omdat ik twee van deze kocht en deze gratis. Ik weet niet of ze nog even in het assortiment komen, maar hou het in de gaten. Want ik doe het ook. En dan om te fixen, doe ik over de spray de UV. Als ik deze niet gebruik, gebruik ik deze wel. Want dan kan je zo over je make-up heen doen. En dan doe ik even met een waaier. En dan is het helemaal top. Want het kan ook over je make-up. Staat erop. Make-up overspray. Ik moet zeggen, in Nederland zijn ze duurder dan in Duitsland. Why oh why? I don't know. Maar daar heb ik dus ook een aantal van ingeslagen. En af en toe afwisselend met de andere van Patty heb ik ook de Renascal Anti-Age Serum. Die gebruik ik soms ook wel eens in afwisseling met wat dan ook. Dit is voor de eye bags hier onder je ogen. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Als je in de bepaalde positie zit, nou ja, positie. Bepaalde leeftijd ben, nou ja, leeftijd. Je lichaam op een gegeven moment iets aangeeft, dan zakt alles in als je wat ouder wordt. En deze is voor de eyelid, ja, ook voor je ooglid. Deze vergeleken, deze met deze,
deze trekt eerder in dan deze. Deze moet nog heel even drogen. Dus ja, dan gebruik ik liever deze dan deze. Maar dat maakt niet uit. Dus ik wissel het gewoon af met alles. Ik vind dat gewoon leuk. En ik had de vorige keer paletjes gekocht bij Kiko. Zoals je ziet. Oh, ik hoop dat je het kan zien. Zo ja. Moet ik die zo doen. Dit zijn de kleuren. Ik heb het nu ook ermee opgemaakt met deze. Ik vind het perfect. Ja, als ik dan heel eerlijk mag zijn, als ik dan moet kiezen tussen Essence of Catrice, kies ik liever toch deze. Het is net zo betaalbaar en ja, ik vind het wel iets betere kwaliteit. En ik denk altijd, nou ja, als ik er hard voor gewerkt heb, mag ik mezelf ook wel eens een keer verwennen, toch? Want zo vaak koop ik niet zo. En deze heb ik ook aardig gebruikt. Vind ik ook helemaal te gek. En dan had je bij de Dirk, had je die Miracle Magic. Dat is deze, dat is gewoon poeder. Is gewoon ideaal als je dan je zonnebrand op doet en je hebt geen zin om foundation op te doen. Of BB cream of CC cream. Dan kan je die doen. En dan een beetje met contouren doe ik het dan met die donkere. Maar het valt haast niet op. Want hier, kijk. Je ziet het haast niet. Dus. Maar hij is wel ietsje oranje. Dus dan moet ik wel even mee oppassen. Dus dan doe ik een beetje om en om. Daarvan. En dan heb ik ook een paar lipsticks die ik nu gekocht heb. En een lip tint kiss. Ik moet zeggen, ik heb deze voor het eerst gebruikt. Ik kan nu al zeggen dat ik er fan van ben. Ja, ik had net gezegd, beter als Essence en dingen. Maar ja, ik wilde deze proberen omdat het nieuw was. En ik wilde gewoon een keer een andere oogschaduw. Dan alleen maar Essence en dingen. Want ik had hier ook hele goede reviews gehoord over Kiko make-up. En er zit er een in Zoetermeer, dus ik dacht, laat me toch eens een keer verwennen. En dat was eigenlijk van 2 plus 1 of 1 plus 2. Dus ik heb het eigenlijk een beetje in de ziel gekocht. En deze is helemaal perfect. De perfecte kleur, dagelijkse kleur. En heel eerlijk te zeggen, er zit zelfs nog een lekker smaakje in dan. Oeps. Ja. Dan is je lipstick weg, hè? Of je liptint. En als je hem dan niet bij je hebt, dan kan je hem ook niet bijwerken. Oeps. En er zijn er ook nog twee van de HEMA die ik uitgeprobeerd heb voor de eerste keer. Nou, ik moet zeggen, ik ben fan van deze. Het is deze kleur. En dan ga ik je zeggen. Ik ga er maar een groot bril bij pakken, want mijn ogen zijn een beetje slecht. Ja, ik krijg een nieuwe bril. Deze is HEMA, die is mat. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ja. Ik kan dan nog maar zeggen nee. Die ja. En dat is de 07 Why Not. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Even kijken of dat kan. Ja. Voilà. Deze. En dan heb ik ook nog de 944 Ultimate Pink Crystal. Ik ga je zeggen. Deze. Oh, ik ga het echt. Hier ga ik er nog een paar van bij halen. En deze. En ook de liptint. Sorry, nou ben ik heel erg wazig. Neem het me niet kwalijk. Ga ik weer even terug. Ja.
Ik haal hem even op, dan kan ik het beter lezen. En de Hidden Kiss van Catrice. Die was van de Limited Edition, geloof ik. Ja, Limited Edition C01 Hidden Kiss. Je kan het heel moeilijk zien, maar geloof me. Kijk, het staat hier ook. Ik hoop dat je het een beetje kan lezen. En het is deze kleur. Ik ben een beetje in de draagbare tinten gegaan. Knalrood vind ik ook wel mooi hoor, daar niet van. Maar mijn werkkleding is paars. En daar kan je geen knalrood om doen, toch? Die. En dan heb ik ook nog wat sieraden. Zoals deze. Die heb ik heel vaak gedragen en draag ik nog steeds met alle liefde. Ik heb er één nieuw, maar nog niet gedragen. Maar ik wilde hem wel even laten zien. Oh. Dus met pijltjes en dan al die kleine balletjes. En dan zit hij hier ook nog tussen. Dit zijn drie losse kettingjes. Kijk maar, ik kan het je laten zien. Een beetje door hoor. Oh, die zit aan elkaar vast. Dat is 1, 2 en dit is 3. Als ik te denken of los van elkaar of alle drie bij elkaar. Dus ja, dat kan allebei. Je kan het los en van elkaar dragen. Deze had ik op mijn werk gehad.